بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Dit is weer een les waarin wij bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala onze religie leren en onderwijzen. En vooral de zaken die betrekking hebben op het geloofsleer. De onderwerpen daaromtrent. Tijdens deze les zullen we het hebben over al-ibada. Over aanbidding. De wijsheid achter de schepping. En het doel van ieder moslim. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mensheid en de djinn slechts geschapen om deze reden. Dit is het doel van ieder moslim. Om een dienaar te zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Om Allah jalla wa ala te dienen. Te gehoorzamen. En aanbidding is het recht van Allah. Tabaraka wa ta'ala. Zoals dat duidelijk blijkt uit de overlevering. Waarin Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu samen was met de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En hij zat achterop hem, achterop een ezel, met de Rasool sallallahu alayhi wa sallam. Toen zei de profeet tegen Mu'ad: ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? O Mu'ad, weet jij wat het recht is van Allah op zijn dienaar? En wat het recht is van de dienaren op Allah subhanahu wa ta'ala? Toen zei Mu'ad: Allahu wa rasooluhu a'lam. Hij zei: Allah en de profeet, die weten dat het best. En zijn profeet weet dat het best. Toen antwoordde de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei: Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haqqullahi ala al-ibad. Het recht van Allah op zijn dienaar. Zijn dienaren. Is dat zij hem aanbidden. En hem geen enkel deelgenoot toekennen. Iden al-ibada is het recht van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan komt de vraag: wat is al-ibada? Waar bestaat dat uit? Wat zijn de vormen daarvan? De soorten daarvan? De voorwaarden daarvan? De fundamenten? Als eerste beginnen wij met het benoemen en definiëren van al-ibada. Zoals de geleerden dat doen. We zeggen al-ibada in de taal. Betekent dat al-dhul wal-khudu'. Al-dhul, nederigheid. En al-khudu'. Al-inqiyad, onderwerping. Dat is de betekenis van de ibada, van aanbidding, taalkundig. Onderwerping en nederigheid. In de termkunde of in de taal van de geleerden, als zij de ibada definiëren, dan hebben zij ook verschillende definities. Lekker, wij nemen één definitie die heel bekend is. Dat is de definitie van Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, die hij heeft opgeroemd in zijn boek, Al-Ubudiyyah. Hij heeft een boek dat heet Al-Ubudiyyah. Daarin heeft hij al-ibada gedefinieerd en omschreven als volgt. Hij zei, Sheikh al-Islam rahimahullah, die zei over al-ibada. Hij zei, al-ibada ismun jami'. Ismun jami'un. Schrijf het op. Al-ibada ismun jami'un. Yani een verzamelnaam. Verzamelnaam waar heel veel onder valt. Ismun jami'un. Voor wat? Hij zei, li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Deze definitie schrijf ik op en deze moeten jullie ook memoriseren. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Verzamelnaam voor alles waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt en tevreden mee is. Ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali. من الأقوال والأعمال. Dus een verzamelaam van alles waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt en tevreden mee is. Van uitspraken, aqwal, en handelingen, a'mal. الظاهرة والباطنة. En deze definitie hebben wij heel vaak gehoord. En hebben we ook heel vaak herhaald. Lekker, dit keer wil ik dat jullie dit memoriseren. Want wanneer ik daarna vraag, of iemand anders daarna vraagt,
Of wanneer jij de aqida of de ibada wil verduidelijken voor een ander, dat je dat heel duidelijk kan uitleggen. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Wat is de betekenis van deze definitie? Of de vertaling? Een verzamelnaam. Yani, ibada is een naam. Het is een woord. Een verzamelwoord. Wat valt allemaal onder dat woord? Hij zegt, alles waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt en tevreden mee is. Dus al datgene waar Allah van houdt en tevreden mee is, valt onder ibada. Met andere woorden, al-ibada zijn niet alleen de bekende aanbiddingen, zoals het gebed, het vasten, zakah, al-hajj, al-umrah, die vallen zeker onder al-ibada. Dat zijn ook de arkaan, de fundamenten, de pilaren. Lakin, dat is niet al de aanbiddingen. Aanbiddingen zijn nog veel meer dan dat. Alles waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt en tevreden mee is, aan uitspraken en aan handelingen, valt onder ibada. Dus bijvoorbeeld het plaatsnemen of het aanwezig zijn in bijeenkomsten van kennis. Daar houdt Allah subhanahu wa ta'ala van. Is dat ibada? Naam is ibada. Het luisteren naar al Quran bijvoorbeeld. Daar houdt Allah jalla wa ala van. Dan is het ibada. Het reciteren van de Koran. Daar houdt Allah subhanahu wa ta'ala van. Dan is het ibada. Je broeder steunen en helpen. Daar houdt Allah jalla wa ala van. Is ibada. Respect tegenover de mensen. Tegenover ouderen. Daar houdt Allah subhanahu wa ta'ala van. Dan is ibada. Gehoorzaamheid aan je ouders. Daar houdt Allah subhanahu wa ta'ala van. Is ibada. Zelfs een obstakel verwijderen van de weg is ibada. Zelfs een glimlach naar jouw broeder is ibada. Want Allah jalla wa ala die houdt daarvan. Even al datgene waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt en tevreden mee is, zowel aan uitspraken en handelingen, zowel uiterlijk als innerlijk. Uiterlijke handelingen, zoals ik net heb gezegd, reciteren van de Koran, verrichten van de hajj, je broeder steunen en helpen, bij verhuizen bijvoorbeeld, bij een ander iets gehoorzamen zijn aan jouw ouders en dergelijke. Opvoeden van jouw kinderen. Zorgen voor jouw kinderen en onderhoud. Voor jouw vrouw. Goede omgang tussen de echtgenoten. Alles wat Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. Uiterlijk. Innerlijk. Zoals. Jalla. Ik wil antwoorden. Ja, gewoon. Innerlijk. Ik heb 20 uiterlijke gehoord. Bijvoorbeeld. Nou, innerlijk. Dat bedoel ik. Aanbiddingen van het hart. Die niet te zien zijn voor anderen. Die innerlijk zijn. Zoals bijvoorbeeld vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih. Zoals bijvoorbeeld hoop. Hoop. Raja. En liefde ook. Liefde voor Allah. Maar ook liefde voor jouw moslimbroeders. Liefde voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Liefde voor al-ibada. Liefde voor datgene waar Allah jalla wa ala van houdt. Nog meer innerlijke ibadat. Naam, gedenken of het denken aan de schepping bijvoorbeeld. Allah subhanahu wa ta'ala, het denken. En het overpeinzen van de tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala die hij geschapen heeft. De broeder zegt het vechten of strijd leveren tegenover jezelf, je nefs, jezelf beheersen. Naam, valt onder datgene waar Allah jalla wa ala van houdt. Is een vorm van jihad. Walladhina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Jihad en nefs. Iemand anders. Onze nieuwe student. Tfaddal. We zeiden innerlijk, hè? Ja, het bara, bijvoorbeeld afkeer hebben tegen zaken die waar Allah jalla wa ala afkeer van heeft. Dat hebben we een belangrijke, hebben we niet gehoord. Vergeven kun je ook met je, ik wil iets wat duidelijk is, dat het van het hart is. Ik wil gewoon een voorbeeld hebben, iets wat duidelijk is. Hebben we gezegd. Glas wil ik horen. In glas. Glas, zuivere toewijding. Dat is een niyya. En een niyya komt van het hart. Iden alles waar Allah jalla wa ala van houdt. Is een jami'. Een verzamelwoord. Verzamelwoord van alles waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. Van zowel uitspraken als handelingen. En als daden. Zowel innerlijke zaken als uiterlijke zaken. Dan komt de vraag. Hoe weten wij waar Allah van houdt? Naam.
Alles wat Allah van houdt en tevreden is, is ibadah. Lekin, er komt bijvoorbeeld iemand zegt hij van, lekin Allah houdt ook van Maulid al-Nabawi. Dus is ibadah. Het vieren van, wat ze vandaag doen of morgen? Hoe is vandaag? Overmorgen of vandaag. Sommigen beginnen al vanaf Rabi' al-Awwal in het begin. 2 weken lang vieren ze de geboortedag van de profeet. Wat een innovatie is. Maar als iemand zegt van, hij daar houdt Allah Jalla wa Ala van, dan zou hij het niet doen. Hoe weten wij waar Allah van houdt of niet? Tfadda. Ja, en die weten dat Allah Jalla wa Ala ergens van houdt, als hij er opdracht voor heeft gegeven. Als hij ons heeft opgedragen om het te doen, dan weten wij dat Allah Jalla wa Ala daarvan houdt. Of hij heeft bijvoorbeeld ons iets verboden. Het verlaten van dat wat hij verboden heeft, weten wij dat is waar, wat Allah Jalla wa Ala dan tevreden stelt. Het tevreden maakt. Zo bereiken wij de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe weten wij waar Allah Jalla wa Ala van houdt? Door zijn opdracht daarvoor die hij gegeven heeft. Amr. Als hij het bevolen heeft om het te verrichten in de Koran of via de boodschapper sallallahu alayhi wa sallam in de sunnah. Tayyib, dit is een ibadah. En deze ibadah, als wij een aanbidding, als wij over de ibadah spreken, dan hebben wij gezegd, de ibadah is totale onderwerping aan Allah subhanahu wa ta'ala. Deze totale onderwerping aan Allah jalla wa ala moet ook gepaard gaan met liefde voor Allah. Met volmaakte liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pas is sprake van ibadah. Als iemand zich onderwerpt zonder dat hij daarvan houdt, dat is geen ibadah. Zo iemand is geen werkelijke dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Onderwerping aan Allah jalla wa ala moet gepaard gaan met liefde voor datgene. Liefde voor datgene wat hij doet. Je dient deze ibadah lief te hebben. Je dient dat te willen. En je dient Allah subhanahu wa ta'ala lief te hebben. Vandaar Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah. Toen hij de ibadah definieerde, zei Ibn al-Qayyim in zijn boek An-Nuniyya, is in dichtvorm. Hoe is hij? Hij zei, وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُبَانِ. Hij zei, rahimahullah, Ibn al-Qayyim, ik schrijf het even op voor degene die het wil opschrijven. Hij zei, وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ. Dus het aanbidden van Ar-Rahman, de barmhartige. Wat is dat, die aanbidding? Hij zei, غَايَةُ حُبِّهِ. غايته حبه مع ذل عابده هما قطبان. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, hij omschreef al-ibada en hij noemde 2 belangrijke eisen in een aanbidding. Dan pas is er sprake van ibada. Hij zegt, ibadatul rahmani, yani ibada van Allah jalla wa ala, de ibada van de barmhartige. Wat is dat? Hij zegt, ghayatu hubbihi, een volmaakte liefde moet aanwezig zijn, is een eis. Ma'a dhulli aabidihi. Daarnaast dient de persoon, de dienaar, dient zichzelf te onderwerpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Huma qutbani. Dat zijn de 2 belangrijke fundamenten van de ibadah. Ghayatul hub, ma'a ghayatul dhul. Volmaakte liefde met volmaakte onderwerping. Iemand kan zich onderwerpen bijvoorbeeld, lakin zonder dat hij datgene lief heeft. Kan. Als bijvoorbeeld iemand door een sterk persoon. Een leider bijvoorbeeld. Hij verplicht hem om zichzelf te onderwerpen. En hij onderwerpt zich. Lekin hij is geen dienaar. Hij dient hem niet. Het valt niet onder ibadah. Omdat hij er niet van houdt. Hij houdt er niet van. Lekin bij Allah Jalla wa Ala gaan deze samen. Er is sprake van volmaakte liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. En volmaakt het ta'zim. En dan is er een onderwerping. En dan pas komt de ibadah tot stand. En dat is waar Allah subhanahu wa ta'ala van houdt. Iden, al-ibadah, de definitie daarvan hebben jullie gehoord. En deze definitie, de eerste is van Sheikh Islam ibn Taymiyyah. De beroemde, bekende definitie die jullie hebben opgeschreven. En die moeten jullie allemaal kennen. In de volgende les, als ik jullie vraag, dan geef jullie antwoord zoals op het bord staat. Dan zijn de 2 eisen die Ibn al-Qayyim rahimahullah heeft opgenoemd. Kamalul hub, volmaakte liefde, moet aanwezig zijn, is een eis, met een volmaakte
nederigheid en onderwerping aan Allah subhanahu wa ta'ala. وَعِبَادَةُ الرَّحْمَانِ غَايَةُ حُبِّهِ مَعَ ذُلِّ عَابِدِهِ هُمَا قُطْبَانِ. طيب, deze ibadah is pas een geaccepteerde ibadah als het voldoet aan twee voorwaarden. Elke ibadah moet voldoen aan twee voorwaarden. Dan pas is er sprake van een geaccepteerde daad. Van amal salih. Van een goede, vrome daad. Een amal maqbool. Een daad dat Allah Jalla wa Ala accepteert. Dat noemen ze de voorwaarden van ibadah. Shurut al-ibadah. Shurut al-ibadah. Of shurut qabool al-ibadah. De voorwaarden van een geaccepteerde ibadah. Dan pas is er sprake van een goede daad. Amal salih. Wat zijn die voorwaarden? Twee voorwaarden zijn er. De eerste voorwaarde is al-ikhlas. Tayyib. Al-ikhlas. Tweede voorwaarde, al-mutaba'a. Ik schrijf het op. En dan geef ik daar korte uitleg op. Ook deze twee voorwaarden, die jullie zo vaak hebben gehoord. Deze moeten jullie memoriseren. Vanaf nu staat het antwoord klaar. Shurutul ibadah. Als eerste al-ikhlas. Al-ikhlas is toewijding. Toewijding en oprechtheid. Yani waarvoor verricht je zo'n aanbidding? Waarvoor verricht je zo'n daad? Is dat omwille van Allah subhanahu wa ta'ala? Om de welbehagen en tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te bereiken? Of voor iets anders? Voor een werelds doel? Als het verricht wordt voor Allah jalla wa ala, om de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala te bereiken en zijn paradijs en zijn beloning, dan is er sprake van ikhlas. Als iemand iets verricht en hij wil niets bereiken behalve het aangezicht van Allah subhanahu wa ta'ala, dan is zo iemand mukhlis. Dan is er sprake van ikhlas en toewijding. En elk aanbidding is pas een geldig aanbidding als het voldoet aan deze eis, aan deze voorwaarde, al-ikhlas. Allah jalla wa ala, hij is alrijk, al-ghani. En hij is behoefteloos, subhanahu wa ta'ala. Hij accepteert alleen datgene wat zuiver is voor hem. Tayyib. Allah Jalla wa Ala accepteert geen deelgenoten. Want hij heeft niemand nodig. Subhanahu wa ta'ala. Doe je het voor hem en voor een ander, dan wordt dat verworpen. Ikhwan, de qibla is zo. Als jullie het gebed willen verrichten, qibla is zo. Als een keer in Masjid Nabawi, laat ze eerst het gebed verrichten, anders stoor ik ze. Iden, als iemand een daad verricht, en hij doet dat voor Allah en voor een ander, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala zo'n daad niet accepteren. En hij zal zijn voor een ander. Voor de ander. Zo staat in hadith al-Qudsi. Waarin Allah jalla wa ala zegt. Ana aghna shuraka'i ani shirk. Man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghayri. Taraktuhu wa shirkahu. En in riwaya. Fahuwa lilladhi ashrak. De bedoeling. De uitleg van deze hadith. Is dat Allah subhanahu wa ta'ala geen deelgenoten accepteert. En als iemand een deelgenoot toekent aan hem in een aanbidding, dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, taraktuhu wa shirkahu. Dan zal ik hem verlaten. En ook zijn shirk. Allah noemt dat shirk. Hij zei in een andere riwaya, fahuwa lilladhi ashrak. Deze daad is voor diegene die hij heeft toegekend aan mij als deelgenoot. Yawm al-qiyamah zal hij niets daarvan ontvangen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Idan al-ikhlas is een voorwaarde voor elke ibadah. En Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran heeft ons opgedragen. En de mensen voor ons, Ahlul Kitab, om hem te aanbidden met een zuivere intentie. Allah zegt in de Koran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. En deze ayah gaat over Ahlul Kitab. Want in het begin van deze verse, dan spreekt Allah subhanahu wa ta'ala over Ahlul Kitab. Suratul Bayyinah. In het begin, ayah nummer 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ze zijn slechts bevolen om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden, te dienen, met een zuivere toewijding. Iedereen, elke ibadah moet voldoen aan deze voorwaarden. En anders is er geen sprake van een geaccepteerde daad. Dat is een gevaarlijke zaak. Vandaar dat de salafu salih, zij voerden de jihad tegen zichzelf. Tegen hun niyyah. Want als die niyyah niet goed is en niet zuiver is voor Allah subhanahu wa ta'ala, dan kan iemand zoveel daden verrichten, dat ze zijn vruchteloos. Ze zullen vruchteloos zijn.
als die niya niet khalis is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt in hadith: "Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhahu." Allah subhanahu wa ta'ala accepteert geen daad behalve als die zuiver is voor hem. En zijn aangezicht, zijn tevredenheid wil men daarmee bereiken. En anders wordt zo dat niet geaccepteerd. Nadat iemand van de zelf, hij zei, hij zegt tegen diegene die niet zuiver is in zijn aanbidding, die geen toewijding heeft in zijn aanbidding, zegt tegen hen, doe geen moeite. Als je toch niet zuiver bent, als jouw ibadah toch niet met ikhlas is, doe dan geen moeite. Want hij zal toch niet geaccepteerd worden. Vandaar dat het ikhlas een belangrijke fundament is. Dit is wat de mensen van de zelf, de oprechte dienaren, bezig hield. Om zichzelf te verplichten dat hun intentie te verplichten om zuiver te zijn voor Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Thawri, hij zei, ik heb 40 jaar lang strijd gevoerd tegenover mijn eigen intentie. Tegen mijn intentie. Hij zei, want hij verandert vaak. Hij verandert vaak. Naam, de intentie kan heel makkelijk veranderen. Al-Muhim, al-Ikhlas is een voorwaarde voor al-Ibadah. En een daad wordt beoordeeld aan de hand van de intentie. Als de intentie zuiver is voor Allah subhanahu wa ta'ala, zal Allah jalla wa ala zo'n daad accepteren. Is de intentie niet zuiver voor Allah, maar wil men iets anders bereiken dan tevredenheid van Allah, dan wordt zo'n daad ook beoordeeld aan de hand van die slechte intentie. Vandaar dat de profeet heeft gezegd in hadith, de bekende, beroemde hadith Omar, innama al-a'malu bin-niyyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa. Al-a'mal, de daden, worden beoordeeld afhankelijk van de intenties. En als er een goede intentie is, zal zo'n daad goed zijn. Is de intentie niet correct, niet zuiver, dan zal ook zo'n daad niet correct zijn en niet zuiver zijn. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa. Hadith Omar is overgeleverd door al-Bukhari, die staat in al-Bukhari en Muslim en de eerste hadith van 40 Nawawiyya. Eerste hadith. En ook eerste hadith van Sahih al-Bukhari. De eerste voorwaarde is ikhlas. Wat is de tweede voorwaarde van een geaccepteerde daad? Al-Mutaba'a. En al-Mutaba'a is dat zo'n daad die wij verrichten voor Allah subhanahu wa ta'ala, die moet ook voldoen aan een ander eis. Dat is dat hij in overeenstemming moet zijn met de sunnah van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hij moet in overeenstemming zijn met de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het mag geen geïnnoveerde daad zijn. Het moet een daad zijn waar bewijs voor is. Uit de Koran of uit de sunnah van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Want wij dienen Allah jalla wa ala te aanbidden op de manier zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deed. Vandaar dat het behoort tot de betekenis van ashhadu anna Muhammad Rasulullah, behoort daartoe, zoals Sheikh Islam heeft gezegd, Muhammad Abdul Wahab, hij zegt op het einde, hij zegt, an yu'bad Allah, wa an la yu'bad Allah illa bima shara'. Yani ma'na shahadatu anna Muhammad Rasulullah, hij zegt, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'bad Allah illa bima shara'. Wij dienen Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden op de manier van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Zoals hij dat deed. En de beste leiding, de leiding van de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. De beste weg is de weg van de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet heeft gezegd, alaykum bi sunnati. Houd je vast aan mijn sunnah. En ik volg die. Klamp je daaraan vast. En Allah subhanahu wa ta'ala in vele versen in de Koran beveelt hij ons en draagt hij ons op om de Nabi sallallahu alayhi wa sallam te volgen. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاهُ عَنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاهُ عَنْكُمْ نعم وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. The Prophet said, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. Eden, de tweede voorwaarde voor de ibada is dat deze ibada overeenkomstig moet zijn met de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vandaar dat wij leren hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam gebeden heeft. En wij leren hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam
الوضوء heeft gedaan, الغسل heeft verricht, وهاي الحج heeft verricht, وهاي العمرة heeft verricht, وهاي het vaste deed. Waarom? Omdat het een voorwaarde is en een eis is dat wij Nabi sallallahu alayhi wa sallam volgen in het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala op zijn manier. De profeet die zei, sallu kama ra'aytumuni usalli. Bid zoals jullie mij hebben zien bidden. En hij zei over de hajj, لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Yani de rituelen, die dienen jullie te nemen van mij. En zo met alle andere aanbiddingen. Zo met alle andere aanbiddingen. Als iemand iets doet, en hij wil daarmee de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, lakin hij verricht een ibade en een aanbidding en een daad, die de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet verricht heeft. Is er dan sprake van een goede daad? Bijvoorbeeld nu komt vandaag de dag, deze week, hier heel veel moslims, nogmaals, geboortedag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ze zeggen, we houden van Allah subhanahu wa ta'ala, we houden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en we willen tevredenheid van Allah jalla wa ala met deze viering. En we gedenken daarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam. We denken aan zijn tijden, aan zijn geboorte, wat een gunst is van Allah subhanahu wa ta'ala. En zijn sira en dergelijke. Daarom maken wij deze dag speciaal en gedenken wij daarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allemaal, yani, goede redenen zou je zeggen. Naam, lakin, dan komt de tweede voorwaarde. Heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze dag speciaal gemaakt en gevierd zoals jullie dat doen? Of heeft de profeet opdracht gegeven aan de sahaba om van deze dag, zijn geboortedag, een speciale dag te maken door dat te vieren zoals jullie dat doen? Of hebben de sahaba dat gedaan? Abu Bakr en Umar en Uthman en Ali en de rest, hebben ze dat gedaan zoals jullie dat doen? Of beweren jullie dat jullie meer liefde hebben voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam dan de metgezellen? Niemand die dat beweert. Niemand die dat kan beweren. En de sahaba, dat waren de mensen die het meest liefde hadden voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Lekker, ondanks dat hebben ze van deze dag nooit een verjaardag gemaakt voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Nooit hebben ze dat gedaan. Nooit hebben ze erover gesproken. Zo ook de geleerden van de tabi'een na hen. Zo ook de a'imma al-arba'a, de vier grote imams van de wetscholen die vandaag de dag gevolgd worden. Abu Hanifa en Malik en Shafi en Ahmed. Niemand van hen heeft in zijn boeken dit onderwerp opgenomen. Ze hebben gesproken over Eid al-Fitr, Eid al-Adha, in de boeken van al-Fiqh, lakin nooit over Eid al-Mawlid. Was onbekend in hun tijd. Dus als dit goede daad was, waarmee men dichter bij Allah Jalla wa Ala kon komen, en waar tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala mee bereikt wordt, dan kon het niet anders zijn dan dat hun, de voorgangers van ons, de vrome voorgangers, dan waren ze ons voorgegaan in dit. Dan waren zij er eerder bij. Lekin, omdat zij dit nooit hebben gedaan, is het voor ons een duidelijk bewijs dat dit behoort tot innovaties. Dit behoort tot innovaties die de profeet sallallahu alayhi wa sallam verboden heeft. En daarnaast is dit ook ontstaan door imiteren van ongelovigen. Imiteren van de christenen. Want deze innovatie, het vieren van de verjaardag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals ze vandaag de dag doen in heel veel landen, dat is ontstaan en begonnen in de 4e eeuw, toen de Shiïten, de Rafida, de macht hadden gepakt in Egypte en in sommige delen van Noord-Afrika. En ze hadden een staat gesticht. Deze staat noemden zij Dawla al-Fatimiyya. Zij noemden het Dawla al-Fatimiyya. De geleerden van Ahle Sunna noemden dat Dawla al-Ubaydiyya. En hun leider destijds, die heeft deze feestdagen geïnnoveerd. Onder andere Eid al-Mawlid, het vieren van de verjaardag van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Omdat zij zagen dat de christenen de verjaardag vierden van Isa, alayhi salam. Zoals ze nu doen, met kerst, vieren ze de verjaardag van Isa, alayhi salatu wassalam. Toen ze dat zagen, zeiden ze, wij gaan de verjaardag vieren van onze profeet Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. En hij innoveerde deze feestdag. Hij innoveerde ook nog een aantal andere feestdagen. Eid voor Ali, en Eid voor Fatima, al-Shi'it al-Rafida, en Eid voor de leider, Tayyip. Een aantal andere feestdagen. En zij zijn ermee begonnen, Shiïten, Rafida, de vijanden van de Sahaba. Daarnaast
Hebben zij dat gedaan? En ze imiteerden daarmee Ahlul Kitab. De profeet die zei, men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Iemand die op een volk lijkt, zal tot hun behoren. En hij zei, la tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Hij zei, ga niet overdrijven in mij. Zoals de christenen zeggen overdrijven in Isa alayhi salatu wassalam. Totdat ze hem aanbidden naast Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zei, de profeet zei, zeg abdullahi wa rasuluh. Zeg over mij, yani, dat ik een dienaar ben van Allah en zijn boodschapper. Hij is een dienaar van Allah jalla wa ala. Hij wordt niet aanbeden. En hij is een boodschapper. Hij wordt niet verloochend. Maar hij wordt gevolgd en gehoorzaamd. Iden, al-ikhlas en al-mutaba'a. Dat zijn de twee belangrijke voorwaarden voor ieder. Voor ieder aanbidding. En een goede daad is pas een goede daad als het voldoet aan deze twee voorwaarden. Aan deze twee voorwaarden. Ayyib, al-ibada kunnen wij ook opsplitsen in soorten ibada. Er zijn verschillende soorten aanbiddingen. Er zijn aanbiddingen van het hart, ibada qalbiyya. We hebben in het begin van de les een aantal voorbeelden gegeven. Hoe de definitie hadden uitgelegd. Zoals bijvoorbeeld al-ikhlas, al-hub, liefde voor Allah jalla wa ala, voor zijn boodschapper, voor de dien, voor de gelovigen. Zoals bijvoorbeeld tawakkul, vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals al-raja, hoop, de beloning van Allah tabaraka wa ta'ala, in zijn vergeving, in zijn jannah, in het accepteren van de tauba. Bijvoorbeeld sabr. Sabr, jezelf beheersen. En geduld is ook een ibada van het hart. Standvastigheid, istiqama, is ook een ibada, qalbiya. Zo heb je heel veel andere ibadat qalbiya, ibada van het hart. Sidq, oprechtheid. En deze ibadat zijn de belangrijkste en de belangrijkste aanbiddingen. Want zoals de profeet zei, ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu. De profeet die zei, er is in het lichaam een vleesklomp, en het hart, als dat goed is en gezond is, zal de rest van het lichaam ook gezond zijn. En als dat bedorven is, zal de rest van het lichaam ook hetzelfde zijn. Vandaar dat wij moeten werken aan onze hart, aan onze daden van het hart. Want als het hart goed is, zal de rest van het lichaam ook goed zijn. Het hart bestuurt de rest. Ala wa inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha al jasadu kulluh. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. إذن عبادات قلبية. We hebben عبادات, aanbiddingen, die te maken hebben met de tong, uitspraken. Bijvoorbeeld, da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Het uitnodigen naar Allah jalla wa ala. Behoort tot een van de beste daden. Zoals Allah in de Koran zegt, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Yani, er is geen beter woord dan diegene die uitnodigt naar Allah subhanahu wa ta'ala. Reciteren van de Koran. Reciteren van de woorden van Allah tabaraka wa ta'ala. Is ibada qawliya. Het dhikr. Gedenken van Allah jalla wa ala. En daarbovenaan de beste dhikr. Is het zeggen van la ilaha illallah. Kalimatu tawhid. Kalimatu shahada. De sleutel tot het paradijs. Miftahu al-jannah. La ilaha illallah. De beste woorden die ooit uitgesproken zijn. La ilaha illallah. Is een vorm van ibada met jouw tong. En andere vormen van het dhikr. Het takbir. Subhanallah. Walhamdulillah. Een nasiha. Een goed woordje. Kalima tayyiba. Vallen allemaal onder ibadat. Qawliya. Met de tong. Ibada. Wat we ook hebben. En ibadat. Badaniya. Ibada met het lichaam. Die wij verrichten met ons lichaam. Zoals bijvoorbeeld. Ali. Sujud. Naam. Een van de beste aanbiddingen is sujud. Want het meest dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala, dat ben je wanneer je aan het knielen bent voor Allah jalla wa ala. Dat ben je het meest dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat deze plek ook de plek is van het dua. Sujud. Andere ibadat. Met het lichaam. Al-hajj. Tawaf. Al-sa'i. Tussen Safa en Marwa. En de rituelen van al-hajj over het algemeen. De meeste daarvan zijn toch badaniya. En ook qawliya. Andere ibadat met het lichaam. Het vasten doe je ook met jouw lichaam. Naam, het vasten. La shak. Alle ibadat die wij verrichten met onze ledematen. As-salah, belangrijkste natuurlijk. Vallen allemaal onder ibadat. Badaniya. En sommige ibadat zijn ibadat maliya. Met het geld. Verrichten wij alleen met ons geld. Met onze vermogen. Voor degene die daartoe in staat is. Zoals
نعم نص الزكاة نص الصدقة نص عبادة دي أليما ما تشاف الموخ ستاتيتس أفا يا فرموخ omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Je geeft een ander te eten, je voet, de armen, de wezen, ibada, maliya. Dit zijn vormen van ibada die verschillend zijn van elkaar. Tayyib, volgens mij gaat de adhan. Tot de lachie. Ibada, qawliya. إن شاء الله هذه الصلاة خامسة بإذن الله. كمل بيتنا.